Voor de tweede keer in korte tijd is het Jan Linders filiaal in Panningen slachtoffer geworden van een ramkraak. Vannacht rond 3:30 werd de deur van de supermarkt geforceerd. De dieven gingen er met de buit vandoor, waarbij ze het net als de vorige keer voornamelijk op tabaksproducten hadden gemunt. Klanten reageren geschokt. Geweldig natuurlijk van dit volk. Dat werd ik hier gewoon tegenover. En, Heb je wat gemerkt? Nee, ik deed niks gehuurd. Dus we zien nog de vuil. Hier kom vroeger. 2 weken terug of zo. Ja. Wij huurden niks van, hè. Maar toen was ze met een auto gegaan. Nee, geloof ik. Maar daarom is zo nog geen parkingsroute. Dus. Ja, we hebben een winkel bij. Ja. Helaas gaat niet, hè. Nee. Wacht we tot morgen. Of tot vanmiddag. We zien wel, hè. Ja, het gaat tegen de kerst aan. Dat is meestal ieder jaar. Dus dan is er te horen, denk ik. Wat vind je ervan? Ja, diep treurig. Dus nee, we hebben nul niks gehuurd. Maar we hebben de ramen dicht, rolhoeken dicht en dan huurt ze dan vanaf niks. Zeg, Pierre, zou je meer kans hebben voor dat te kunnen huren? Wij houden eraan vast, maar dan hebben we de ramen net aan de kant. Na de vorige inbraken werden er paaltjes geplaatst. Vermoedelijk probeerden de daders met keien de deuren te openen. Over de identiteit van de voortvluchtige dieven is nog niets bekend. En de politie is dan ook op zoek naar tips om de daders op te sporen. Mogelijk gaat het om dezelfde daders die 2 weken geleden een ramkraak pleegden bij Albert Heijn en diezelfde Jan Linders. Moeilijk te zeggen, hè. Misschien is het een bende. Om niet dezelfde te zijn, maar ja. Ik weet het ook niet. Ben jij, wat doen we eruit? He? Niks, hè? Dat is goed, wel vacht weer. De supermarkt opende in de loop van de dag weer haar deuren.